Dit is Drenthe Nu van dinsdag 16 augustus met vandaag. Bioboeren zijn blij dat ze worden ontzien in de stikstofcrisis. 1100 ladingen aardappelen per week. De aardappelcampagne is begonnen. En hoge energiekosten zorgen voor een run op schaarse warmtepompen. Ja, oké, er is een enkele bui van hier en daar, gisteren ook eergisteren. Maar de meeste plekken in Drenthe heb nog geen drup water zien. De hele maand augustus niet. Maar het mooie is, dat giet toch vandaan hebben. Straks meer over het weer. Heel goedenavond. Bioboeren vinden het terecht dat zij worden ontzien bij de stikstofaanpak. Maar ze vinden dat gangbare boeren daar niet de dupe van moeten worden. Van de ene kant is het mooi. Ik bedoel, als biologische boer boer je al op een andere manier dan gangbaar. En dan is het natuurlijk fijn als er een stukje waardering is voor datgene wat je al gedaan hebt. Aan de andere kant voelt het ook dubbel. Als wij dan vrijgesteld worden, wat betekent dat voor de gangbare boeren? Moeten die dan extra? Want als dat de bedoeling is, dat zeg maar, je gangbare collega's extra moeten reduceren, ja, dan zijn we volgens mij niet goed bezig met elkaar. Dat is in een notendop hoe biologische melkveehouders denken over de toezegging van minister Christiane van der Wal tijdens het overleg met stikstofbemiddelaar Joom Remkes om te onderzoeken of ze bioboeren kan ontzien. Binnen onze bedrijfsvoering zijn we wel zoveel mogelijk bezig met koeien zo lang mogelijk in de wei te laten lopen. Want dan heb je natuurlijk minder uitstoot in de vorm van ammoniak. Voeren minder eiwit dan gemiddeld. Daarom zorg ik er ook voor dat het eiwit wat je voert goed benut kan worden. Daarnaast, ik bedoel, hebben we dit jaar voor het eerst samen met een akkerbouwer haver en rogge geteeld. Hij teelt dat voor ons hier vlakbij. En op die manier probeer je naast het ruwvoer wat je van je eigen bedrijf vindt, ook het krachtvoer zo dicht mogelijk bij de boerderij weg te halen. Dus geen gesleep over ver met schepen of weet ik veel wat. Nee, dichtbij, gewoon lokaal geproduceerd en dat voer je dan aan je koeien op. Wij als bioboer zijn, werken ook heel veel met klavers. En klavers bindt ook weer heel veel stikstof. En je kunt niet alle gangbare boeren over één kam scheren. Er zijn ook gangbare boeren die boeren ook al richting biologisch, zeg maar. Die kunnen ook rustig vrijgesteld worden, denk ik dan. En koeien op stal? Zo ziet de bioboer het liever niet. Maar het is nou zo warm dat ze liever binnen staan. Vanmiddag om 5 uur gaan we weer vrolijk melken. En dan staan ze om 6, 7 uur weer lekker buiten in de wei. Het is weer zover. De eerste zetmeelaardappelen worden vandaag aangeleverd op de productielocatie van AVB in Gassertenijveen. De jaarlijkse aardappelcampagne is begonnen. Ja, 1100 vrachtwagens per week met tonnen aardappels erin worden hier de komende maanden gelost. Dat is altijd absoluut een mooi moment. Per week verwerken wij zo'n 33.000 ton aardappelen. Dus ja, we zijn nu net vandaag begonnen. Dus zoveel ligt er nu nog niet, maar dat verwachten we wel de komende weken. Over de kwaliteit van de aardappelen valt op dit moment nog niet zoveel te zeggen. We hebben tot mei, juni wel goede temperaturen gehad en ook nog wel neerslag. Maar het is nu ontzettend droog en ontzettend warm. Dus ja, dat heeft natuurlijk invloed op de aardappelen. We zien dat de bodemvoorraad, de vochtvoorraad in de bodem ook in veel gebieden toch wel erg laag begint te worden. Dus wij hopen op heel veel regen voor de komende periode. Elke vrachtwagen krijgt een steekproef en wordt gewogen. Meerdere keuringen volgen dan in het Monster weeglokaal. Vervolgens kan de vrachtwagen doorrijden naar de stortbunker. En kunnen de aardappelen gekiept worden om vervolgens via de transportband naar onze grote opslagruimte gebracht te worden. AVB verwerkt de aardappelen tot zetmeel. Zetmeel wordt bijvoorbeeld gebruikt in voeding als bindmiddel voor sausen of in patat, maar ook in kleding of papier. Daarnaast wordt het aardappeleiwit ook steeds belangrijker. Die eiwitten worden onder andere verwerkt in plantaardige vleesvervangers, plantaardige zuivelvervangers. En daar is een steeds grotere vraag naar. De aardappelcampagne duurt nog tot begin mei. Gasrekeningen van €650 per maand. We kijken er al niet gek meer van op. Maar daardoor ontstaat er wel een run op alternatieven. Want die rekening, die wil iedereen omlaag krijgen. Een cv-ketel verbruikt veel gas en dat is tegenwoordig erg duur. Daarom willen mensen hem graag de deur uit hebben. Maar dat is tegenwoordig nog niet zo makkelijk. Nou, we kunnen de warmtepompen wel leveren. Maar als je hem nu bestelt, dan gaat het vanuit dat hij in de winter geïnstalleerd wordt. Het is druk op de markt voor gasalternatieven. Dat merken ze ook bij koeltechniekbedrijf Nijmeijer Koelt. In het voorjaar hebben we gewoon het hele magazijn echt chockvol staan. En je ziet dat de gaten die komen al. Gelukkig hebben we nog wel genoeg voor om het jaar door te komen. Maar
alles wat er staat, dat gaat wel op dit jaar. We hadden natuurlijk altijd al warmtepompen en airconditioning, maar je merkt zeker dat door de situatie in de wereld dat de vraag enorm toeneemt. Wat voor soort vragen krijgen jullie dan? Nou, je merkt dat iedereen bezig is met alternatieve energiebronnen. Iedereen wil van dat gas af, dus mensen zijn heel erg op zoek naar van, ja, wat is voor mij de beste oplossing. En ook bij het Drents Energieloket staat de telefoon rood gloeiend. In het hele spectrum wordt het gewoon drukker. Van offertes aanvragen tot het plaatsen van toestellen of isolatie. Overal zijn wachttijden. Maar is die overstap naar elektriciteit nou echt zoveel goedkoper dan op gas blijven? Nou, als je met elektriciteit wil gaan verwarmen, is ongeveer 2,5 keer zo duur als verwarmen op gas. Maar als je daarnaast nog een warmtepomp hebt, die heeft twee energiebronnen. Dus die heeft niet alleen het stopcontact, maar die heeft ook nog de omgeving waar hij energie uithaalt. Daarom zijn die warmtepompen zo populair op dit moment. Ze zijn namelijk heel erg zuinig om je woning te verwarmen. Voor warmtepomp was het zo dat voor de situatie in de Oekraïne we terugvisietijd uitgaan van 7 à 8 jaar, terwijl de installatie zeker 15 tot 20 jaar mee kan. Dus ja, na 7, 8 jaar heb je zeg maar gratis energie. Nu door de hoge gasprijzen in de situatie is die tijd weer korter geworden. En je krijgt een behoorlijke subsidie van de overheid. Hoe zorg je dat het bloemencorso ook in de toekomst blijft bestaan? Nou, door meer jeugd erbij te betrekken. Op camping De Moesberg in Nijensleek weten ze hoe dat moet. Want ze zijn hier druk bezig met de voorbereidingen voor het bloemencorso van Frederiksoord. In het tweede weekend van september is die. Zomer op camping De Moesberg in Nijensleek. Maar wie denkt dat de campinggasten het rustig aandoen, die heeft het mis. Je wordt namelijk gebouwd aan een wagen voor het bloemencorso in Frederiksoord. De vaste gasten, de seizoeners, zeg maar, die het hele seizoen hier staan, die vinden dat mooi om dan in de zomer om te helpen met het bloemencorso. Daarnaast hebben we dan nog een groepje jeugd die het heel leuk vinden om te figureren en te helpen met bloemen prikken. Camping De Moesberg is een van de 10 bouwploegen dit jaar. Na 2 jaar corona moest iedereen wel even weer op gang komen, zag de organisatie. Ja, iedereen moet toch elkaar even weer vinden, men moet even weer aan de gang. Dus ik denk dat we nu in het stadium zitten van ja, we hebben nog maar 4 weken, dus ik denk dat dat goed gaat. Dan moesten ze elkaar wel vinden, ja zeker. Het corso zet dit jaar extra in op de jeugd. Dat doen ze door workshops te geven op scholen en kinderen eigen wagens te laten bouwen. Zo hoopt de organisatie een nieuwe generatie bouwers enthousiast te krijgen. We staan natuurlijk al heel lang, dus vandaar 60 jaar. Maar ook te kijken van we moeten wel verder. Nou, de groepen zitten er eigenlijk al heel lang in. Dus het zou mooi zijn dat of de bestaande groepen de jongeren erbij betrekken. En dat die het op gaan volgen langzamerhand. Maar ook om nieuwe wagens op de weg te zetten. Ja, dat moet eigenlijk van jongs af aan. Dus we zijn echt bezig om met scholen en alles erbij te betrekken. Op De Moesberg lukt dat in ieder geval heel goed. In de bouwvak zijn we een echte jeugdcamping. Waar we ook heel veel animatie voor regelen. En dus ja, en die meiden en jongens vinden het ook leuk om te helpen. Want ja, ze willen toch ook meedoen aan het gebeuren. En dat vinden de ouders dan ook weer mooi. Dus ja, er komen ook heel veel mensen vanaf de camping. Gaan dus ook naar het bloemencorso toe om te kijken. Omdat ja, ze hebben betrekkingen mee. Het mogen duidelijk zijn. Bij het corso in Frederiksoord heeft de jeugd de toekomst. Kapje omhoog. Zo. We hopen de camping nog heel lang door te doen. Dus en zolang hopen we ook dat de kinderen kunnen helpen met de corsowagen. Ja. We hopen dat de corso ook heel lang nog door blijft gaan. Steeds meer dorpen raken hun dorpscafé kwijt. In de zomerserie Eén met de jas aan staan we deze week nog even stil bij het fenomeen de Bruine Kroeg. Want sinds de hoogtijdagen van het dorpscafé is er veel veranderd. Het dorpje Koekangen had tot een aantal jaar geleden maar liefst 4 kroegen. Hier links zat bijvoorbeeld Café Veld. Van die 4 is er nog 1 over. En die is toevallig van mijn oom Henk. Toen wij hier 23 jaar terugkwamen natuurlijk, toen mocht er natuurlijk nog heel veel in het café. Er mocht nog een sigaretje gerookt worden. De jeugd van 16 jaar die mocht er een biertje drinken en al dat soort dingen. En die gezelligheid is echt weg. En ja, de mensen veranderden ook, dus dan moest je met de tijd mee. Dus wij zijn ons meer gaan toeleggen ook op het, zeg maar op het eetgedeelte. Ja, je moet wel in een dorp moet je zorgen dat je overleeft. In de hoogtijdagen was het café de huiskamer van het dorp. Er was een intieme sfeer met een schare vaste gasten aan de stamtafel. Daar zaten ze omheen en daar lulden ze natuurlijk met elkaar, want het was het ontmoetingsplek, hè? Zoals het café ook bedoeld is. En daar werd dus eigenlijk alleen maar jenever gedronken. En vaak ook genoeg. Dus wat dat betreft kwam men er anders in dan men eruit ging.
En dat heeft heel lang een hele sociale functie gehad in Drenthe. Hier in Koekangen waren 4 kroegen, nu nog maar 1. Ja. Ja, dat is natuurlijk het grote probleem wat hier in de 60er, 70er jaren in Nederland is gebeurd. Dat het café vervangen is door het dorpshuis. En het heeft eigenlijk het publiek, waar we elkaar gewoon in die 4 cafés die elkaar ontmoeten, heeft dat eruit gehaald. Stel, over een aantal jaar verkoop je het en het wordt wat anders. Dan is hier niks meer. Nee, ja, nou ja, in ieder geval geen café meer. We hebben hier natuurlijk nog wel een dorpshuis waar ze bruiloft mee nodig en partijtjes en dat soort dingen allemaal wel. Maar dan is het dorpscafé weg. Henk wil met de tijd mee, maar ook hij wordt ouder en heeft geen opvolgers. Dus komt de dag steeds dichterbij dat ook in Koekangen de laatste kroeg verdwijnt. Het zou jammer zijn dat geen café meer bleef. Ik zou het doodzonde vinden zelfs, vooral ook voor het dorp. Is zo'n kroeg niet eigenlijk gewoon hartstikke ouderwets? Nee, wij bestrooien niet. Ik zeg het maar. Nee. Het is een goed café. Ja, dat is voor de samenleving goud waard. Ja, de warmte zit natuurlijk zachtjes aan wel in huis. En ik weet niet, als je de gelegenheid zullen hebben, dan zou je kunnen overwegen om vannacht gewoon buiten te gaan slapen. Want het ligt een mooie nacht, een rustige nacht. Het is helder, er staat hoegenaamd geen wind. Aan het einde van de nacht misschien een nevel of mistbankje en de temperatuur mooier, zo'n 16 graden. Buiten komt de wind zwak uit het noorden, althans aan de grond. Maar op grotere hoogte komt hij uit het zuiden. En die wind die haalt wat onstabiele lucht op ons aan. Maar als gevolg, morgen vroeg nog een zwak zonnetje. Maar morgenmiddag meer bewolking en er komt wat buiige regen gieten vallen. Morgenavond wordt het dan weer droger, temperaturen van zo'n 25, 26 graden. En laten we hopen dat die regen wat voorstelt. Ook donderdag nog een wat wisselvallige dag. Zon en bewolking wisselen elkaar af. Zo nou en dan nog een buigie. Kan ook nog een donderklap bij zitten. Maar die kans wordt in de loop van de week alleen maar kleiner. Vrijdag misschien nog een buigie, maar zaterdag zoals nou lijkt een droge dag. De temperaturen eerst nog zo'n 5, 26 graden. Aan het einde van de week misschien net 24. Dus die zakt voorzichtig wat naar beneden. En ja, wat regen betreft moet de half van morgen van de woensdag hebben. En we hopen dat er wat millimeters valt. Alde, dankjewel. En dit was Drenthe Nu. Meer nieuws op onze app hè, of de site rtvdrenthe.nl. En daar leest u onder meer dat Kjell Scherpen verhuist naar Vitesse. De doelman uit Emmen komt op huurbasis over van Brighton en Hove Albion. Voor nu, even een fijne avond hè. En graag tot morgen.